is werelds eerste intelligente operating system, FrancOS. Ik zal je eerst een aantal vragen stellen voordat het systeem kan worden ingezet. Oké. Okay. Hoe zou je je gemoedstoestand willen opschrijven op dit moment? Gefrustreerd. Heel erg. Dat klinkt niet goed. Kan ik daarbij misschien van dienst zijn? Waarom ben je gefrustreerd? Ik had vanochtend een afspraak. Ik was te laat. De lift deed het niet. Ik kon mensen niet bereiken. De computer doet het niet. Dus help. Ga dan wel dag dus. Ja, klinkt niet goed. Maar volgens mij kan FrancOS je er wel bij helpen. Ik denk dat we er wel uitkomen samen. Dat zou heel fijn zijn. Op internet heb je allerlei mogelijkheden, zeg maar, om mensen te kunnen bereiken. Het is namelijk een heel handige website. Het heet ifthisthenthat.com. Misschien kan je daar even naar browsen. Oké. Okay. Wat je dus kan doen is bijvoorbeeld als je op de verkeerde plek aankomt, dan wil je dat er een tweet wordt gestuurd naar de mensen die je eigenlijk wilde ontmoeten. Nou, dat kan je dus allemaal instellen. Als je nu bij If This Then That kiest voor This, dan kan je vervolgens op zoek gaan naar het GPS-signaal. En bij dat GPS-signaal, als je dat aanklikt, kan je zeggen, nou, als ik op deze volgende plek terechtkom, dan wil ik dat er iets gebeurt. Dus dat kanaal ga je activeren. Oké. Ja. Gedaan. Mooi. Nou, dan heb je dit ingesteld. Ik ben nu op deze plek. Wat wil je dan doen? Bijvoorbeeld een tweetje sturen naar de mensen die je wil zeggen dat je te laat bent. Dus het volgende kanaal wat je wil activeren is, ik wil een Twitterberichtje sturen. Dus dan klik je die aan. Nou, nu kun je kiezen tussen een aantal dingen. Wat wil ik dan eigenlijk sturen? Nou, ik zou zeggen, kies een nieuwe tweet. En daarin schrijf je in de omschrijving, stuur een tweet naar degene die je wil bereiken. En je zegt erbij, ik kom iets later, haal maar een zwarte koffie voor me. En kan ik dat dan van tevoren doen? Ja, dus je kan het van tevoren zeggen van, als je al gewend bent dat je elke keer op de verkeerde plek komt, kan je zeggen, nou, kom ik weer op die plek, dan weet ik al dat ik te laat ben. Dus stuur ik gewoon een tweetje. Oké. Dus dat gaan we instellen voor jou. Dus die frustratie, volgens mij, hebben we die gewoon weggewerkt. Als ik het zo hoor, heb je best wel veel frustratie überhaupt met techniek en apparaten. Dat klopt. Je hebt bijvoorbeeld nog wat andere voorbeelden op internet. Je hebt bijvoorbeeld een hele goede website, github.com. Waar heel veel mensen hun eigen code en software gratis op weggeven. Zodat niet alleen gratis weggeven, maar ook dat andere mensen daaraan door kunnen ontwikkelen. En het kunnen verbeteren als er inderdaad fouten optreden. Als er inderdaad vaak fouten optreden op jouw computer bijvoorbeeld, waar je gefrustreerd van wordt, zou je die desnoods zelf kunnen wijzigen. Maar is dat niet heel ingewikkeld dan? Ja, dat is best wel ingewikkeld inderdaad. Dan zou je toch voor leren moeten programmeren. Nou, ook daar heb je op internet zelfs weer een hele mooie website voor. En dat is codeacademy.com. Oké. Dus je kan leren JavaScripten, leren HTML'en, CSS'en. Dus allerlei talen waarmee je bijvoorbeeld een website kan bouwen of een website kan aanpassen. Die kan je daar leren. En je leert het door echt hele simpele stapjes te doen. Oké, dat klinkt als geschikt voor mij. Zo leer je langzaam te programmeren en stap je dieper in zo'n taal. Dan ben jij helemaal tech-savvy en heb je mij misschien zelfs niet eens meer nodig. Maar dat zou toch zonde zijn? Dat zou zonde zijn, vind ik ook. Maar ik moet je wat vertellen. Ik heb hem ook alvast op je mobiel geïnstalleerd. Dus nu heb je me altijd bij je. Kom. Maar kan je me dan bijvoorbeeld ook vertellen wat voor weer het gaat worden? Natuurlijk. Dat kun je ook instellen met If This Then That. Nou, super handig. Ik heb me niet meer nodig, dus ik ga naar mijn volgende digibeet. Wat? Maar ben ik niet de enige dan? Frank? Frank?